Helene, ik... Is er wat? Mijn hand. Er is iets mis. Jezus. Je hand? Jezus. Jezus. God. Heb je pijn of zo? Je maakt me bang. Ik... Ah! Mijn hand. Striptekenaar Menno Kooistra smult van afgehakte ledematen, bloed en zombies. Horror is het mooiste genre wat er is. Vind ik. En, nou ja, strips zijn altijd zo zoet, zo lief, zo braaf. Het mag wel eens wat meer hardcore. Vandaar dat ik het initiatief heb genomen om een horrorbundel samen te stellen. Met daarin meer dan 30 tekenaars en schrijvers die allemaal een kort verhaal hebben geleverd. Dit is het boek? Ja, dit is een de dummy, zoals het heet. Het zijn even wat snelle uitdraaien uit de printer. En wat is nou het meest lugubere? Ja, nou ja, alle verhalen zijn op zich wel luguber. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie. Met zombies die uit hun graf komen. En ja, met weerwolven, vampieren. Lekker ranzig, lekker ziek moet het zijn. Disney-tekenaar Maarten Janssens zag zijn kans schoon en leeft zich uit in zijn strip IJskoud. Ik wilde een zombieverhaal maken, want dat vind ik mooi. En, dus ik ben op het zombieforum ben ik gaan kijken wat zijn zombies nou en wat is er allemaal mee. En daar waren allemaal zombiekenners en die waren het erover eens dat zombies in de sneeuw en in de ijskou, dat moest hun stoppen, zeg maar. En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar mijn stripje omheen breien. Normaal werk ik voor Disney. Daarom vond ik dit ook heel erg leuk om te doen. Omdat, ik ben altijd met hele vrolijke, vriendelijke lenteweides met regenbogen en huppelende konijntjes en hertjes met Bambi-ogen, letterlijk, bezig. Dus ik vond het wel lekker om in de avonduren dingen van me af te tekenen, zeg maar. En dat leek mij gezond voor de balans. Ah! Mijn hand! Wat is er met je hand? Ik zie niets. Links of rechts? Auw! Martin, stop! Je doet me pijn. Auw, ik... Misschien onder de kraan. Ik geloof dat het helpt. Hij trekt weer wat bij. Hij doet in ieder geval niet meer zozeer. Hij wordt weer normaal. Hoor je me, Hel? Alles is weer goed. Hel?